De minister van Defensie, Krishna Mathura, die is in het parlement ook uitgebreid ingegaan op wat het ministerie van Defensie zal betekenen wanneer het aankomt op, veiligheid. Defensie, zegt de minister, die heeft er nog steeds een ondersteunende rol naar het ministerie van Justitie en Politie toe. Defensie die kan opereren voor wat betreft de begroting die hier is goedgekeurd in het parlement. En de minister die onderstreept dat haar ministerie de nodige ondersteuning zal blijven geven. U hoort Defensie-minister Krishna Mathura. Veiligheid is inderdaad een heel belangrijk goed. Een grondrecht van elke Surinamer. En elke Surinamer verdient het om rustig op straat te lopen, thuis te zijn, zeker in de nachtelijke uren, rustige manier te kunnen slapen. En we zien eigenlijk dat die burger zich onveilig voelt. En dat zien we natuurlijk ook aan de hand van de veiligheidsvoorzieningen die burgers zelf treffen voor hun eigen veiligheid. Dus een groot deel van die samenleving neemt verantwoordelijkheid om veiligheidsmaatregelen te treffen. Maar ook de regering en zeker het ministerie van Defensie neemt verantwoordelijkheid. Want daarom ben ik in de regering, daarom ben ik minister. Het is mijn verantwoordelijkheid om de beste op de beste wijze te kwijten van mijn taak. En verantwoordelijkheid om veiligheid te brengen naar de samenleving. Als ik kijk naar de rol van het ministerie van Defensie, daar hebben we een rol van ondersteuning. En zeker wanneer het gaat om buitenlandse militaire agressie, daar komen we in beeld, het is de externe veiligheid. Maar wanneer het gaat om interne veiligheid, nationale veiligheid, dan hebben we een hele belangrijke ondersteunende taak. En die ondersteunende taak nemen we en we voeren het ook uit. Wij willen als Nationaal Leger met gezag ondersteunen, met gezag afschrikken en met gezag beschermen. En dat doen we ook met de begroting die goedgekeurd is door de Nationale Assemblée. En binnen die begroting proberen we zoveel mogelijk balans te brengen tussen middelen die gereserveerd worden om personele kosten te dragen, maar ook middelen die gereserveerd of die wij door prioriteiten te stellen reserveren om daadwerkelijk dingen te doen voor die samenleving. En wij hebben op onze begroting inderdaad een aantal miljoenen gereserveerd om veiligheid op een hoger niveau te brengen. Wat we doen, meneer de voorzitter, is bij elk verzoek van de minister van Justitie en Politie of een andere overheidsinstantie om veiligheid te brengen, proberen we direct te ondersteunen. Of het nou is rampen en CCR, of het nou is een brand in Wageningen, of het nou is watervoorziening of ondersteuning met AOV of AKB. We proberen te ondersteunen met militairen, met capaciteit, met logistieke voorzieningen. Dat hebben we gedaan en dat gaan we blijven doen omdat we verantwoordelijkheid nemen en op de beste wijze van onze rol willen kwijten. Als we kijken naar wat we in de afgelopen periode hebben gedaan, is een van de beleidsprioriteiten aanwezigheid, zichtbaar aanwezig zijn in het binnenland, in de kustvlakte. We hebben twee maatregelen getroffen. Eén is, we hebben een aantal operaties vergroot, verkenningsoperaties, maar ook gewoon zichtbaar zijn, operaties vergroot. En vorig jaar hebben we rond de 23 operaties uitgevoerd in geheel Suriname. Dit jaar hebben we al 4 operaties uitgevoerd en zeker 3 ondersteuningsoperaties. Het binnenland is heel groot, dat weten we. Dus het zal misschien niet de impact direct ervan zichtbaar zijn. Maar waar we zijn, daar maken we wel indruk en zorgen we ervoor dat er impact is. En dat beleid gaat door blijven gaan. Met die zichtbaarheid dus proberen we inderdaad te ontmoedigen, te voorkomen en we hopen dus dat echt dat impact heeft.
Wat we zien in de afgelopen periode, hebben we inderdaad gezien vergroting van overvallen en berovingen. En we zien ook dat geweld hiermee gepaard is. We zien een spreiding van die overvallen, zowel in de kustvlakte, maar ook in het binnenland. En een beetje in het zuiden, maar ook aan het oosten, oostelijke deel van de overvallen. We zien gebruik van zware wapens. En we zien dat mobiliteit van daders een beetje is toegenomen. Dat is de analyse die wij als Defensie hebben gemaakt. Er is natuurlijk ook regelmatig overleg met het ministerie van Justitie en Politie, zowel op het niveau van ministers als op het niveau van de bevelhebber en nu de korpschef. Voorheen was het de waarnemend korpschef, maar nu de korpschef en de bevelhebber. En het voorstel van het ministerie van Defensie is op korte termijn, en daar is de operatie Zero Tolerance al gaande. Maar daar gaan we dus versterken dat we breed zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zodat we inderdaad ontmoedigen en afschrikken. Dat is op korte termijn. En daar willen we dus ook nog mobiliteit inzetten. Lange tijd waren de heli's bij ons niet mobiel. Ze wachten op de inspectie. We hopen deze maand, op midden van de maand, alle drie heli's geïnspecteerd te hebben en weer in de lucht te krijgen. En we gaan het inzetten, we gaan extra mobiliteit inzetten om de zichtbaarheid van het leger te vergroten. Zowel in de kustvlakte als in het binnenland, om in elk geval samen met de politie te ontmoedigen. Deze operaties, wanneer het gaat om interne veiligheid, doen we niet alleen, maar doen we altijd samen en met ondersteuning van de politie. Dat is het beleid van het ministerie van Defensie. We hopen dat we hiermee impact hebben. Een minder prettig bericht is, en dat wil ik de Nationale Assemblee niet onthouden, is dat we zien dat in de afgelopen periode militairen zelf betrokken waren geweest of zijn geweest bij overvallen. Dat betreur ik, en ik heb mijn statement ook gemaakt, en vandaar wil ik het hier ook in het parlement zeggen, dat Suriname geen militairen nodig heeft die beroven en overvallen. Suriname heeft militairen nodig die beschermen en die burgers een veilig gevoel geven. En we gaan onverkort door met het onderzoek. Inmiddels zijn 8 militairen in verzekering gesteld. We gaan door met het onderzoek. En als uit het onderzoek blijkt dat ze zich schuldig hebben gemaakt en dat er verwijtbare handelingen zijn, zullen ze uit het leger verwijderd worden, ontslagen worden, want we willen integere militairen binnen het leger hebben, waarop het volk kan regenen, want zij beschadigen het imago van het leger. Dus dat is wat het beleid is binnen het leger, en we gaan onverkort door daarmee. Dus dit is mijn bijdrage aan het leger. We betreuren dat militairen betrokken zijn geweest. Dat is nou de bedoeling. We proberen juist een juiste attitude te kweken bij militairen. Maar we zijn deel van de samenleving. Precies zoals we in die samenleving mensen hebben die heel correct gedragen. En anderen die zich schuldig maken aan berovingen en overvallen. Blijkt het ook binnen het leger dat er militairen zijn die met verve, met heel veel vaderlandsliefde zich inzetten om een goed gevoel te geven en mensen te beschermen, heb je ook een aantal militairen die de regels overtreden en zich schuldig maken aan criminaliteit. En onze taak als leiders is om te corrigeren, verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat we zuiveren en een integer leger daarvan overhouden.